Nee, je zult het niet geloven, hè? Die verrekte robotkoeien, die staan als eerste in de melkstal. Goedemorgen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag gaat het gebeuren. We gaan koeien van het huidige melkveebedrijf naar de andere locatie brengen. We doen er in totaal 60 over. Hier komt dan wat meer ruimte op de robots en wat meer ruimte in de stal. En op de nieuwe locatie kunnen we dus straks de eigen koeien gaan melken. We hebben hier al een paar wat klaargezet. Ze hebben hier in de stal natuurlijk een halsband om van Lely, van de melkrobot. Hier zit een responder en die meet de activiteit, vreetactiviteit. En als je bij de robot aankomt, dan weet de robot welke koe het is en of die gemolken mag worden. In de melkstal hebben ze een ander systeem. Daar hebben ze pootbandjes, zoals je daar ziet. Er zit eigenlijk een klein respondertje aan de poot. En die meet de activiteit. Maar ook bij de melkstal inlopen, dan weet de melkstal welke koe het is. En dan kun je de productie registreren. En je kunt natuurlijk registreren de activiteit van de koe voor tocht, detectie en dat soort dingen. Het zijn kleine responders. En met een bandje om de poot. Dus ja, het is een soort halsband, maar dan om de voet. Ik hoor de trekker eraan komen. De veewagen gaat erachter en dan gaan we even kijken of het lukt. Maak hier de hekken gereed. Er zitten nu 9 dieren op. Goed zo. De koetjes, ah, die kennen de veewagen wel. Ze zijn als pinken ook op de veewagen geweest naar het land toe. Hoe heet die? Hoe deze koe heet? Ja. Bertha, 43 denk ik. De veewagen is onderweg. Het bijzonder moment eigenlijk al. En we gaan even een bakje voer maken, want die nemen we mee naar de tweede locatie. Dus dat gaan we even doen. Het voer is natuurlijk maar saai werk om naar te kijken, dus dat ga ik even snel doen. 1, 2. Zo, bakje voer erin. Ik heb hem even laten mengen, maar ik zet hem nu weer uit. Het is even wachten op de veewagen, die komt teruggereden. En dan zullen we de tweede vrachtkoeien opladen.
Het gaat niet hard, maar wel mooi. Paul. Deze week in Paul. De Stroopman mengwagen. Lekker toeren met de muziekjes. Wat een leven. Zo, daar zijn we dan op de andere locatie. De pikken zijn al van de kar af. En we hebben ze hier in het voorste ruimte in de stal staan. We kunnen eens even rondsnuffelen in de andere stal. Ze zijn wat onrustig, maar dat is natuurlijk wel logisch. Ga ik er even een beetje voer voor draaien, kunnen ze lekker vreten en dat brengt ook wel een stukje rust met zich mee. Hoi meisje. Hey, gaat goed? Jawel hè. Kom nieuw voer aan. Kijk, ze is vliegen. Het is alsof ze de koeien naar buiten gaan, hè? Dan gaan ze ook springen. Oké, je hebt vast wel van andere beelden. Nou, hier in de stal is dat ook even uitrazen. Gelukkig is de vloer opgeruwd en hebben ze een mooi grip. De mengwagen is mooi leeggedraaid. We gaan met de mengwagen en de veewagen weer terug naar de andere boerderij. Het is vandaag veel heen en weer gerijden, maar dat krijg je natuurlijk hè, als je vee aan het verplaatsen bent. Daar gaat hij, vrachtje nummer 3. Je kunt dus merken dat de koeien onrustig zijn. Ze maken veel geluid en ze builen wat. Een hele nieuwe indruk, een nieuwe stal, nieuwe geuren. Ook andere koeien daar verderop die ze eigenlijk nog nooit gezien hebben. Ze kennen elkaar onderling natuurlijk wel een beetje omdat ze van dezelfde boerderij komen. Maar de huidige dieren die hier al op het bedrijf stonden, die zijn hier ook nog steeds. En die blijven hier ook. En die gaan we gewoon meemelken. Dus je moet kennis maken met elkaar. Nou, om de stress een beetje te dempen hebben we dus onze eigen voer ervoor gedraaid. Ze hebben dus hetzelfde eten als dat ze thuis gewend zijn. Alleen de stal en de omgeving en de geuren en de kleuren zijn anders voor de dames hier. Zo, met trekker en kar weer naar huis gereden. De vierde vracht gaan we nu ophalen en dat is ook de laatste voor vandaag. We hebben 4 keer 9 koeien in de kar gehad. Dus de laatste vracht komt nu en dan hebben we er... een aantal lopen daar en die gaan we proberen te melken vanavond. Van het melken van een robot naar een melkstal, dus nog even blijven kijken zou ik zeggen. Ja. Kom erin dames. We staan hier dus in de melkput en je hoort die koeien schreeuwen, ze zijn wat onrustig. En dat komt natuurlijk, ze zijn de robot gewend en dan kunnen ze zelf inlopen. Kunnen ze zelf bepalen wanneer ze dat doen en hoe ze dat doen. En dit is natuurlijk heel wat anders, in de melkstal, ze staan hier in de wachtruimte. En ze moeten daar de melkstal in, er komen dan 12 koeien op een rij te staan. En dat is helemaal nieuw, dus ze vinden het een beetje eng. Maar nou, we zijn aan het trainen om de koeien in de melkstal in te krijgen. En dat is voor ons nieuw, maar voor de koeien ook nieuw. Dus kun je je voorstellen dat het een beetje een uitdagende situatie is. Ja, hè. Ga even in de melkstal kijken, Mardi. Toma. Goed, die dieren hebben hier dus even 5 minuten gestaan. En nu worden ze weer losgelaten. De eerste keer in de melkstal. Een 2x12 rapid exit. Maar dat gaat hartstikke mooi. Brave beestjes, hè? Niks aan de hand toch? Goed zo. Gaat hij omhoog? Kijk, het hekwerk wordt opgetild en de koeien kunnen eruit.
Hoppa. Dat is aan deze kant net zo. Je kunt verschillende koeien goed merken, net als met klauwbekappen. Sommige dieren zijn bang om erin te gaan en ja, die vinden het gewoon niet leuk. Andere dieren lopen zo voor je aan en alsof er niks aan de hand is. Hier moeten ze, ze komen hier recht de melkstal in en dan moeten ze even een kwartslag draaien met de kop naar buiten. En dan staan ze hier rustig, tevreden en ja, niks aan de hand. En dat is mooi om te zien. We hebben hier nog wat meerdere jongens lopen. We hebben extra hulp gehad vandaag. En zullen de komende dagen zullen ze ons helpen met melken. Vele handen maken lichtwerk en daar maken we mooi even gebruik van. Goed, we staan hier boven bij de kantine en hier achter mij is de melkstal. We hebben alle koeien door de melkstal heen gehad. De nieuwe koeien die hier voor het eerst in de stal zijn. Ze hebben dus kunnen oefenen. Bakje koffie erbij en... even rusten en dan gaan we straks zelf melken. Het is 5 uur. Ik doe de lampjes aan en ik kan het gebeuren. Zo, melkstelletje eraf. Het drijfhek omhoog. Ik ben dus heel benieuwd hoe het loopt. Er zijn dus 60 koeien die de melkstal kennen en 36 koeien die het niet kennen. Ik ben echt benieuwd hoe het gaat lopen. We gaan het zien. Even de koeien erachter. Mooie grote wachtruimte. Kunnen ze allemaal in één keer in. Lekker makkelijk. En je hoort ze nog loeien. Ze zijn onrustig, maar komt vanzelf beter. Ze zitten bijna allemaal achter. Normaal loopt de koe zelf al naar de melkstal, maar ja, deze koeien van ons die kennen het nog niet. Dus ik moet een beetje de richting in duwen, maar dat komt goed. Ja, daar hebben ze. Nou ben ik rete benieuwd welke koe als eerste in de melkstal staat. En je zult het niet geloven, hè. Die verrekte robotkoeien, die staan als eerste in de melkstal. Dat is wel heel bijzonder. Hier worden dus de eerste koeien aangesloten die vanmorgen nog gemolken zijn door de robot. En nu hier in de melkstal staan. Ze blijven hartstikke mooi rustig zoals je ziet. En ze zullen vast fijn vinden dat ze gemolken worden. De druk weer van het uier is. En, ze moeten wel wennen aan de, rode, of, aan de blauwe kleur. Aan de blauwe kleur, ja. Verkeerde kleur melkstal. Verkeerde kleur, ja. Je moet wennen aan rode overal aan doen. Dat ja. Lelie overal. Ja. Ja. Mooi. Ja, veranderen in robot. Robot 1, robot 2, ja. Hè? Nou, een paar rondjes verder met melken en het gaat eigenlijk supergoed. We zijn met een paar mensen hier om de koeien in de melkstal te krijgen. En onze eigen koeien die hebben wel een beetje moeite met de melk laten schieten, maar dat doen we zo aaien. De koe moet zich fijn vinden en dan wordt er een stofje aangemaakt. Oxytocine. Via de hersenen stuurt hij dat naar het uien toe en dan laat hij de melk schieten. Dat betekent eigenlijk ja, dat hij dan melk gaat geven. Nou, deze is redelijk op weg, maar dat heeft niet langer nodig. Door de nou ja, stress zou je kunnen noemen. Beetje aaien, een beetje lief zijn en dan komt de melk er wel uit. Zoals je kunt zien, de wachtruimte is leeg. Het hek is weer naar achteren geschoven en we zijn de laatste paar koeien aan het melken. Ik denk dat we kunnen zeggen dat het reuze meeviel. De inlopen hebben een beetje hulp gegeven. Met inlopen hebben we de koeien een beetje geleid met hekken. Dus met hekken de koeien in. De koeien zijn vanmiddag al één keer door de melkstal heen geweest. Dat wordt dus niet gemolken. Maar hebben ze wel even erin kunnen staan, zoals je hebt gezien in deze video. En
Melken ging prima. Het was een beetje proberen de melkstroom op gang te krijgen. Dat de melk liet schieten, de koeien. Nou, er liggen alweer wat koeien, zie ik. En er staan ook al een hele poos wat te vreten. Ik denk dat het een geslaagde dag is. Bedankt voor het kijken naar deze vlog. Je ziet het, we zijn hartstikke druk met nieuwe ontwikkelingen, nieuwe uitdagingen. Wil je dat nou blijven bekijken, zorg dan dat je geabonneerd bent. Dan mis je niks van de Dutch Farmer John video's op de nieuwe locatie hier in Overijssel. Lekker boeren, jongens.